Goedemorgen, het is de dag na vakantie. We waren gisteren helemaal uitgeput. Konden niet meer. Gregor is half acht in slaap gevallen. Ik half negen. Ik heb nog een uur volgehouden. Hila is obsessief door haar keukentje. Ik heb nog het enige wat ik gevonden qua ontbijt wat we in huis hebben. Een mango, geloof het of niet. En twee avocados. We hebben zo'n fresh bak in de koelkast. En dan blijven dingen vet lang vers. En deze dingen zijn heel goed vers gebleven. Dus dat is heel erg fijn. Dat ga ik even nu als ontbijt maken. En dan, ik hoop dat de avocados nog goed zijn, denk ik het wel. Ja, ja, lekker. Kijk, quick and easy. En ons ontbijtje. Ik heb nog selderijsapjes gisteravond besteld. Gisteren eet je op. Lekker. Alright, bordjes zijn leeg. Jeetje, wat eet zijn goed hè, sinds de vakantie. Ik ben echt in shock. Moet ze nog wat eten? Ja, ze eet echt veel en goed. Echt zo knap. Oké, we hebben Mila net samen even afgezet bij de opvang. Ja. En ja. Zo cute allemaal. Ze vindt het zo leuk daar. En even foto's laten zien. Ja, foto's van vakantie heeft laten zien. En nu is het doel van de dag vlogs editen en uitpakken. Ja. Vlogs, uitpakken. En we gaan heel eventjes ergens iets van ontbijt halen. We hebben gewoon echt niks in huis. Nee. En we hebben net natuurlijk wel wat gegeten met haar, maar best nog wel honger. Maar uiteindelijk zijn we samen met z'n drietjes soms. Zij is om 2 uur 's nachts wakker geworden. Ja. Met letterlijk zo van: goedemorgen. 2 uur 's nachts. Maar toen hebben we er weer een slaap gekregen. Uiteindelijk om 6. En toen zijn we met z'n drietjes eigenlijk om 6 opgestaan. Toen waren we gewoon. Dat is in Dubai 9 uur 's ochtends. En ik weet dat je niet meer moet nadenken over die tijd, maar op zich klopt dat dan wel, zeg maar. Ja, is prima. Dan zit ze nu redelijk goed in. Ja, in Dubai werden we om 7 uur wakker Dubai tijd, zeg maar. Ja. En nu hebben we dus eigenlijk relatief uitgeslapen. Dus we waren best wel klaar wakker. We hebben echt het gevoel dat het al 12 uur 's middags is, terwijl het 8:30 is. Nou. Dus dat is heel gek, maar. Ja, we hebben. Hoe laat? Ik ben denk ik echt om half negen. Jezus, ja, het is echt. I know. Ja, ik heb nog volgehouden een beetje. Toen dacht ik, ik kan niet meer. Nou, ik vond het ook helemaal niet erg. Ik dacht prima hoor. Ja, slapen, joh. Wordt vroeg wakker. Ach, ja. Nou goed. Tijd voor een brekkie en dan aan de slag. No, onze favoriete juicebar is closed. Waarom konden we daar niet meer bestellen? Oh, hij is weg. Kijk dan. Hallo? Ja, why? Yes, daar is markt. Gaan we naar de markt? Ja, ze zijn nog aan het opbouwen, joh. We zijn echt vroeg. Oké, dit schijnt wel een leuk eentje te zijn voor ontbijt. Haarlemmerdijk zijn we. Oh. Oké, we hebben alleen even koffie gehaald. Op de markt hebben ze ook al leuke dingen, maar het is allemaal. Oh, we moeten die knoflook halen. Eitjes, ja. Ook lekker, denk ik. Oh, gaan we naar binnen? Ja. We hebben hier een keer buiten met Nina gezeten. Een van de eerste keren op een terras. Was de eerste keer, denk ik. Het was de eerste keer. Oké, ons ontbijtje. We hebben hier scrambled eggs, champignons, tomaatje en vers fruit. En toen hebben we er nog een worstje bij. Oké, ik ga nu de vlog doen. Oh, de batterij is bijna leeg. Nou, dan hoop ik dat die kabel echt niet doorboord is. Want dan hebben we geen vlogbatterij meer. Oké, fast forward, paar uur verder. We hebben van alles uitgepakt. Allemaal speelgoed erbij ook. Zijn de laatste dingen zijn aan het uitpakken. Er moeten wasjes gedraaid worden. We zijn vlogs vooruit aan het editen. En wat zou ik nog meer zeggen? En ik heb voor één campagne wat dingen moeten doen die vandaag af moesten. Dus dat is in ieder geval gedaan. Zijn weer volop aan de slag. En het voelt alsof het al 8 uur 's avonds is, maar het is 1:15. Zo gek is dat. En je weet hoe ik ben, ik werk altijd met wasmanden en bakken en dergelijke, waar ik dan dingen in verplaats door het hele huis. Dit zijn dingen van Mila de kamer dan. En we hebben eigenlijk een deel van haar dingen in onze slaapkamer en een deel in die van haar. Gewoon echt makkelijker. Die kan eigenlijk ook wel de was in. God, wasjes overal. Ik moet eigenlijk zoveel dingen nog uitzoeken ook gewoon. Ja. Oh, zal ik jullie iets wat cools vertellen? Ik sprak met mijn pa. Mijn familie het heel erg vindt wat er aan de hand is. Heel erg. Dus we zaten te kletsen over wat er allemaal gaande is en alles. En oh!
En hij vertelt gewoon dat mijn oma Oekraïens is. Ik ben dus helemaal niet 100% Russisch. Ik ben gewoon deels Oekraïens. Wat? Ik dacht ook, huh? Dat wist ik gewoon niet eens. Ik heb echt geen idee dat die oma is overleden. Toen zei hij, oké, ja, ook toen je moeder en ik getrouwd waren, toen kregen wij uit Kiev huwelijkscadeaus en zo. Ik dacht echt, weet je hoe gek dat is om dat ineens te horen? Zo van, ik ben gewoon niet eens 100% Russisch. Ik ben deels Oekraïens, deels Russisch. Who would have thought? Verder, ja, het is allemaal heel heftig. Heel, heel, heel heftig. Ik vind het zo erg wat er aan de hand is allemaal. My god. Lunch. Yum. Lunch. Plus, ik ga onze kleine meid halen. Excited. Kijk wat we hebben gevonden. Een dadel. Formina. Een dadel. Formina. Oh, die poetje. Gregor heeft heerlijk gekookt. Pasta pesto met broccoli. Looking mighty fine today, Fufski. Oh, wat ben je wazig. Wat? Nee, ja, dat is een scherpste. Oh, je rommel erachter. We zijn er bijna. Almost. Eten staat nog op tafel. Ga ik nu opruimen. Ik heb trouwens geen broek aan. Weet je waarom? Ik heb zo droge huid op mijn benen. Niet normaal. Ineens beginnen mijn benen absurd hard te jeuken. Ik ging krabben en echt gewoon de velletjes vlogen ervan af. Ik weet niet wat me overkwam. Het is echt, oh, ik moet er echt vanaf blijven. Ik zit sowieso nog onder een muggenbulten. Maar het is gewoon echt kurk en kurk droog. Het zal wel door het vliegen komen. En het is vandaag ineens opeens een soort van semi-warme dag hier. Wat voor ons niet helemaal heel warm voelt natuurlijk. Maar ik weet niet, mijn huid heeft het maar te verduren. Guys, dit is toch te cute. Als ik die zeep hier zet voor haar. Ze speelt nu de hele tijd met deze. Die had ik gevonden in, of eigenlijk had Milla die gevonden in de stash van DIY dingen van mij. Ongebruikt. Het is om mee te spelen. Ik ga nu die neerzetten. Kijken of ze daar dan ook mee aan de slag gaat. Ze is helemaal obsessed door de keuken trouwens. Oké, guys. We hebben 4 vlogs vooruitgewerkt. Of althans eigenlijk 3. Want die vliegvlog was al van Dubai. Maar die moest nog geüploaden. Zo, dat ging allemaal niet echt haar. Dus die is nu voor morgenochtend. Dan hebben we die voor morgenmiddag. Die ochtend na. Die middag daarna. En dan is het een kwestie van gewoon steeds door editen. Dus hopelijk lukt dat allemaal. Daar ga ik wel vanuit. Ik heb het vaker gedaan. Ik heb eerder, toen we naar Birmingham waren en zo, dan zeg maar altijd als er iets gebeurde van het lukte niet met uploaden, dan kwamen we thuis en dan gingen we dubbel uploaden. En eigenlijk weet ik dat we dat misschien bij elke vakantie moeten doen. Het was echt wel heel erg fijn om 12 dagen gewoon niet die laptop aan te raken. Ja, oké, misschien 2 keer. Maar gewoon niet die pressure te hebben van vlogs editen. Misschien is het wel chill. En ik vind, Pofsky, dat we echt misschien gewoon 4 keer per jaar op vakantie moeten. Als in 4 punten. Dus 4 keer per jaar, elk kwartaal, 1 keer. Ja, toch? Ik denk dat dat wel heel erg fijn kan zijn. En dan gewoon, weet je, de ene keer. Ah, ik weet niet, we willen bijvoorbeeld ook heel graag met Milena naar Disney. Wat is, als mensen daar verstand van hebben, wat is zeg maar de beste leeftijd voor het eerst te gaan? Wanneer is ze nog te jong en wanneer niet? Want ik denk dat ze nu misschien nog een beetje te jong is. Ook dat ze nergens echt in mag en zo. Maar misschien als ze 2 is. Of, I don't know. Of doen we dan gelijk goed? Dan gaan we dan naar Orlando, weet je wel. Naar de grote Disney. Of, I don't know. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga nog wat kleding opruimen en zo. En lekker slapen. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En 9:15. Ik ga het hier nu met welterusten. Bye.